Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is zeg maar laat op de avond, nou ja, nacht eigenlijk. Ik kan niet slapen, wat doet de mens dan? Ja, mens als ik ga dan een video opnemen, want ik ga leren malen van hoe ik dat wil doen en hoe ik dat wil maken. En dan wat dan niet in mijn kop zit, zit dan ook niet in mijn kont. Of wat dan in mijn kop zit, zit dan niet in mijn kont en dan ga ik dat gewoon meteen opnemen. Vandaar dat ik ook geen gezichtsmake-up heb, ik heb wel even snel lipstiftje op gedaan en mijn wenkbrauw gedaan. Maar ik ga vandaag dit prachtig leuke paletje van Essence Berry On Eyeshadow Palette testen met en voor je. Het is een heel mooi palette met eigenlijk bessenkleuren en een beetje koper, ja, koraalachtige kleuren. Heel erg mooi. Het moet een zomerpalette zijn, daar vind ik wel meevallen. Juist ook door de bessentinten die erin zitten. Maar je kan hier ook nog redelijk neutraal mee gaan. Het is een kartonnen verpakking. Die je zo open kunt klappen, dus zoals je waarschijnlijk al in de close-up hebt gezien. Met besjes erop. Het oogt in totaal eigenlijk vrij kinderlijk. Laat ik zo zeggen, ik zou niet dit voor een volwassen vrouw cadeau doen of zo. Dat gaat me dan een beetje te ver. Maar alsnog vind ik het wel gewoon het hele entourage van het palet heel erg mooi. Er zitten 10 kleuren in. Het doet me ook een beetje aan het Naked Cherry paletten denken van Urban Decay. Snap je wat ik bedoel? Een beetje die bessentint zo. En dat wekte ook wel mijn nieuwsgierigheid. Ik ga gauw eventjes de swatches aan je laten zien. Die zijn eigenlijk heel erg goed. De matte kleuren hebben net even wat meer een dauwtje nodig. Maar eigenlijk zijn die over het algemeen ook gewoon heel erg goed. Ik heb er eigenlijk helemaal niks op aan te merken. Ze zijn, vooral die shimmery kleuren zijn heel boterig. En dat vind ik toch wel heel erg prettig om mee te werken. En ook die matte kleuren voelen heel boterig aan. Het is geen first impressions, want ik heb het dus al een keertje eerder gebruikt. Ik ga eigenlijk meer een review ervan geven dan een first impressions. Want niet alleen de swatches zien er goed uit, maar ook op het oog werken ze goed. Het enige bezwaar wat ik heb, is dat ze een beetje in elkaar wegblenden. Maar het paletje kostte €6,99. Het staat hieronder in beeld, toch? En is te koop bij de Kruidvat. En dan heb ik zoiets van, ja, weet je, voor €6,99 hebben we natuurlijk ook hele goede paletten van Make Up Revolution. Maar ik vind dit wel een bijzondere uitgave van Essence, een bijzondere editie. En dat maakt het wel weer spannender. Ik zou zeggen, laten we er gauw een look mee gaan maken. Ik ga een beetje inzoomen. Ik heb dus geen gezichtsmake-up op. En ik zie er ook best op zweet uit, want het is warm. En zeker met die softboxen op je gericht en zo. Maar goed, we gaan gauw beginnen. Ik heb een oogschaduwbasis aangebracht om dus de kleuren wat mooier uit te laten komen. Er zit geen spiegeltje in, dus kan je look niet verblinden. Het voordeel is dat je niet kan verblinden nadat er geen spiegel in zit. Maar ik moet zeggen, ik heb dat ook nooit echt zo nodig of zo. Ik heb altijd wel iets waar een spiegel in zit. Ik ga lekker deze kleur gebruiken om een oogschaduwbasis te zetten. Die is vrij poederig, maar ja, voor zo'n kleur maakt me daar nooit zo heel veel uit. Gewoon een beetje om de oogschaduwbasis mee te zetten. En dan mag het voor mij ook wel wat poederiger zijn. Want het pakt nog steeds heel goed uit op mijn huid. Haha, uit op mijn huid. Haha, de rijntje. Ik ben scherp, ook s'nachts. Wat gaan we dan doen? Ik ga denk ik deze kleur als overgangskleur gebruiken. Ik weet nog niet wat ik ga maken. Of ik een peachy of een paarsachtige look gaan maken. Ik heb eigenlijk geen idee. Hoewel deze wel heel verleidelijk is om op het ooglid te gebruiken. Maar goed, we gaan eerst even de overgangskleur aanbrengen. En dat zal deze kleur worden. Dit is ook zo'n mooie kleur. Ik heb hem in. Ik heb eigenlijk de afgelopen 3 dagen steeds dit paletje gebruikt. En eigenlijk iedere dag naar volle tevredenheid. Ik kan er best veel kanten mee uit. En ik vind dit ook gewoon heel mooi en makkelijk blenden. Het brengt niet vlekkerig aan of zo. Helemaal niet. En ik ben er gewoon heel tevreden over. Over de kleur. Gewoon mooi koraal. Ja, wat eigenlijk wat meer oranje dan koraal. Maar ik vind het heel erg mooi. Ik ga even een kwastje pakken om de crease mee te werken. Ja, dat gaat de Zoeva 227 Luxe Soft Definer zijn. En dan ga ik eens even kijken. Want ik denk dat ik dan voor die donkerpaarse kleur in de crease ga. Er zit een haar aan hier. Ja, die ga ik in de crease aanbrengen. En dan ga ik proberen deze in mijn Auto V te gebruiken. Even zo. Ze zijn goed gepigmenteerd, de oogschaduws. Maar ja, ze blenden wel, wat ik dus al eerder zei, een beetje in elkaar over.
Hoewel dat nu weer heel erg mee lijkt te vallen. Als altijd, als je dan iets zegt, dan valt het mee. Ja, want nou blendt het helemaal niet in elkaar over. Ik heb geen idee wat er nou loos was, maar... Ja, nou ziet het er ineens heel mooi uit en is het eigenlijk helemaal niet in elkaar overgeblend. Maar de grote proef op de som moet nog komen, de Outer V kleur. Dat is echt zo'n kleur wat eigenlijk heel vaak in elkaar gaat overblenden. Wat ik ga doen, ik ga deze op het 1/3 van het binnenste ooglid aanbrengen. En dan ga ik die, ja, of zal ik een paarse kleur ernaast doen? Nee, ik ga voor die paarse kleur ga ik daarnaast aanbrengen. En ik heb ze afgelopen keer wel een beetje nat moeten maken. Maar dit is even net een ander kwastje, dus misschien hoeft dat bij deze kwast niet. Op zich niet, maar ik denk dat het wel mooier is als je het wel doet. Snap je wat ik bedoel? Het lukt wel, maar ik denk dat het mooier is als je het wel doet. Ja, dat ga ik dan ook gewoon eventjes doen. Ik ga even nog een keer die kleur pakken en dan ga ik tegen met MAC Fix Plus wat nat maken. Gewoon puur om het wat te intensificeren. Nat aangebracht lukt daar gewoon heel goed. En soms hebben oogschaduws ook gewoon net even de laatste duwtje nodig. Ga ik die paarsige daarnaast aanbrengen. En ik denk dat ik die ook daar maar even nat ga maken. Ja, op het ooglid wordt het alweer een beetje meer één kleur. Misschien komt dat ook omdat ja, de kleuren toch best wel dicht bij elkaar liggen. Er zit wel verschil in, maar op het oog lijkt het toch wel best wel één kleur te worden weer. Maar niet getreurd. Ik ga nu even een Outer V kleur aanbrengen. Daar ga ik even een kwastje voor zoeken. Een kwastje gebruiken van de Primark. Die ligt hier toevallig. 252 Eyeshadow Blending Brush. En dan ga ik deze donkerste kleur in mijn Outer V aanbrengen. En dan hoop ik dat ik het wat meer definitie kan geven. Dit de uiteindelijke oogschaduwlook geworden. Netjes ABN praat vrouwtje. Ik mis twee dingen. Ik mis een echte donkere kleur van de Outer V. Deze is donker, maar ik had hem eigenlijk naar mijn smaak. Maar dat is mijn smaak nog wel een tandje donkerder gewild. Had ik zelf geen probleem gevonden. En ik mis een mooie highlighter. Je hebt hier een matte ja, die je als highlighter zou kunnen gebruiken. En dit is eigenlijk de enige shimmery kleur die in de buurt komt van een highlighter. Maar het is er eigenlijk net geen, zeg maar. Een beetje net wel eens niet is, zeg maar. Ik heb eyeliner mascara aanbrengen en dan vertel ik even nog wat ik overal van dit palet vind. Is dit de uiteindelijke oogschaduwlook geworden? Ik vind hem heel leuk geworden en ik vind ook dat je hier andersom heel veel mooie kanten mee uit kan. Ik ga jullie even uitzoomen en dan ga ik nog even wat vertellen. Want misschien heb je gemerkt dat ik er eigenlijk heel enthousiast over ben. Ik heb wel wat kleine aanmerkingen door de hele video gehad. Maar eigenlijk zijn dat minuscule aanmerkingen op en aanmerkingen. Hoe het palet eigenlijk nog beter had gekund. Maar eigenlijk overal is het gewoon een heel super goed palet. Voor 6,99. Nogmaals, pin me niet vast op de prijs. Maar kijk even hier onderin. Ik vind de kleursamenstelling leuk. Ik vind het koraal en het paarse is gewoon heel erg mijn smaak en mijn ding. Dat is gewoon iets waar ik heel erg voor val. En waar ik graag voor kies eigenlijk. En dat is gewoon heel goed uitgepakt naar mijn mening. En ik vind het gewoon een heel leuk palet overal. En voor 6,99 kun je er ook geen deuk aan vallen. En ik moet ook zeggen dat de kleuren ook gedurende de dag heel goed blijven zitten. Ze vervagen niet. Je moet er uiteraard wel een oogschaduwbasis onder dragen. Want anders vervagen ze wel of gaan ze creasen. Maar eigenlijk technisch gezien doen alle oogschaduws bij mij dat. Niet alleen die van Essence, maar alle oogschaduws. Het kan even wat lastiger werken zijn. Maar ik moet zeggen dat ik daar vandaag helemaal geen moeite mee heb gehad. Ik vind het overal een heel leuk palet. En ik zou ook zeggen, mocht je hem nog zien bij de Kruidvat, en hij was er nog volop, ga dan even kijken en neem hem eventueel mee. Was dit mijn video alweer in de nachtelijke uurtjes? Ja, moet je nagaan wat ik allemaal over heb voor mijn YouTube kanaal. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je je niet aan gestoord hebt dat ik een beetje bezweet zag en zo en geen gezichtsmake-up op had.
Anyway, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog. En heel graag tot de volgende video. Doei!